Welkom bij deze video Begrijpbaar Recht. In deze reeks bespreken we belangrijke elementen van het internationaal recht met in deze video samenwerking tussen staten, algemene beginselen. Een functie van het internationaal recht is het afbakenen van het gezag van staten. Hierin ligt ook het recht van coexistentie. Door deze coexistentie kunnen staten vreedzaam naast elkaar bestaan. Staten hebben zich te houden aan rechten en plichten jegens andere staten om vrede te bevorderen. Deze rechten en plichten staan niet altijd in een verdrag die alles omvat, maar veelal zijn ze te halen uit gewoonterecht, uit de praktijk. Als eerste de algemene beginselen van de rechtsmacht tussen staten. Er zijn een aantal fundamentele principes om de samenwerking te bevorderen. Ten eerste de onderwerpen geweld, interventies en soevereiniteit. Staten mogen geen geweld gebruiken tegen de territoriale integriteit of politieke onafhankelijkheid van andere staten. Een staat mag namelijk zelf bepalen hoe zij gezag wil uitoefenen en andere staten mogen hier zich niet mee bemoeien. Wat in hetzelfde straatje past, is dat staten zich niet mogen mengen in interne aangelegenheden van andere staten. Dit wordt het beginsel van non-interventie genoemd. Met deze non-interventie wordt geweld bedoeld, maar ook andere dwangmiddelen. Het is bijvoorbeeld verboden om rebellen in een staat financieel te steunen. Een staat mag wel kritiek geven over aangelegenheden van andere staten. Een staat moet zich ook onthouden van geweldacties in het grondgebied van andere staten en er bijvoorbeeld alles aan doen om terroristische groeperingen op te pakken voordat ze de kans krijgen om in een andere staat een aanslag te plegen. De due diligence, dat betekent gepaste zorgvuldigheid. Dus er alles aan doen om aanslagen te voorkomen. Dan de algemene beginselen omtrent het milieu. In het kader van het beschermen van het milieu is het van belang dat staten geen handelingen mogen verrichten die schade aan het milieu veroorzaken. Denk aan grensoverschrijdende vervuiling van water en lucht. Ook moeten staten rivieren op een redelijke en beleike wijze gebruiken. Een equitable use dus. Kortom, dat zijn dus de belangrijke algemene beginselen omtrent de vreedzame samenwerking tussen staten. Bekijk de gehele reeks internationaal recht voor een volledig beeld. Bedankt voor het bekijken van deze video. Volg mijn kanaal om binnenkort meer video's te ontvangen over begrijpbaar recht.